again. Well, what different colour ones? Well, they were supposed to be the traditional Polish thingamabobbies. Thingamabobbies? Yeah, you know, the frost, Polish frostbite job. These are just skibbies, I suppose. These are just the flash kids. Pointing out a bit of bad driving for kids. Just pointing out it's bad driving for the kids. He's going to go into the sun, isn't he? Almost. You landed. Whoops, not quite. Oh, he's making art. Shoot! I smoke. Oh, yes. Well done. Look, look, it's got the Dutch flag with the ML on it. Yeah. And all the different flags, dangling. Look. Nou, dat zijn dus de Nederlandse parachutisten met onder andere het logo van onze soortbrigade. Maar die moet ik nu even speciaal noemen, want ik hoor daar zelf bij. En dat is een Russische adjudant die daar zojuist naar beneden gekomen is. En die maakt deel uit van het nationale team. Ladies and gentlemen, I especially have to mention my regimental sergeant major who just died with his paratroopers. Otherwise, you can imagine what will happen if I don't mention him. He just died with the Polish paratroopers, and they form the Dutch team, which will take part in international competitions. Hey, game is over. Stuk laat. He's just coming down now. He's the white screen with the Dutch flag in it, and the flag of my unit, the 11th Air Mobile Brigade Air Soldiers. The Air Assault Brigade is normally working with helicopters, but obviously we can also use part of our emergency channel out of aircraft using a parachute. De adjudant van Buurman, de wordt van Buurman. Maar zo ziet het vliegen er ook uit, hè? En terwijl dat je dan landt, dames en heren, gaan we dan naar 3 uur in de middag van 18 september. Want aan uw linkerhand zien we inmiddels indraaien als u naar links kijkt de Poolse vliegtuig. Terwijl de adjudant aan het landen is, ziet u de Kaza indraaien en dan zo even langs het afscheid te nemen.
Yay, lovely boy. Say goodbye. Yeah. Victory wave. Just gonna jump in front of you. There we go. Wow. That is excellent photos. Lovely. Here we go again. Oh, and another two. Look at this. That is shit hot. That is brilliant. They were all pissed last night, weren't they? They're really flat top, don't they, them ones? Yeah. Yeah, they're more like a donut, aren't they? Yeah. They're turning. The boys are turning. We'll be back in a second. Oh, he's back. During the landing, 4 hours ago, remained about 200 soldiers, which were killed, wounded by bombing air machines, or injured during the landing, or were running drunk. Wait for the second plane to come. Once the other one drops it, the other one starts dropping. And this is why the new level still has to start. Back then, on a green and now, luckily, in the sun, somebody got the first Thank you.
support achter. En ik ben ook speciaal gevraagd door de mensen van Vivara om te benadrukken dat ze erg dankbaar zijn voor de gastvrijheid. En altijd kunnen de indruk zijn dat de mensen en de dames dat in deze baan wordt om dit alles mogelijk te maken. Ladies and gentlemen, the soldiers who are now are part of the four pillar, and this is a TA unit. En de trap met de 11 treden, want uiteindelijk treden tot op 11 treden. En vervolgens moet je dan 8 sprongen maken. En dat zijn sprongen zonder uitrusting, daar begin je dan mee. Zoals deze sprong, die kan met wapen, uitrusting en tenslotte de 8 sprongen. Dat is eigenlijk een samensprong, dat is een sprong met uitrusting. Dan op 3 zal rollen, dat is
jumping from the Dakota, where the para training is done by our special forces, which are located in the para training unit located in Breda. And it will take about 1 week to get ground training, and after that you have to make 8 jumps in order to qualify for as a paratrooper. These are jumps in free, with weapons, and eventually with weapons, equipment, and at night. So the exam jump is the jump at night with equipment. Dit zijn de parachutisten afkomstig van de 11e luchtmobiele brigade aerosol, zoals gezegd. En dat is een eenheid die als hele taak heeft gekregen om op te treden als parachutist. Normaliter opereren wij dus met helikopters. En dit, de gimbalzijde, is ons belangrijkste oefenterrein samen met de armzijde. Daarnaast is de aerosol brigade ook een belangrijk deel van zijn eenheden in Assen. En ik wil zo meteen uit de collega's rondom de vlaggenmasten zien staan, voorzien van de rode baret. En die zijn afkomstig van onze Genie Compagnie. En we gaan even luisteren naar de Ethische Harmonie. Other people are just going back. This is good.